Hallo kijkers van mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Sam en super dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we City Skylines doen. En, oh, deze weg. We gaan naar een nieuw game. Islands. En start. Vinden jullie deze serie nou leuk of hebben jullie tips? Of denken jullie, dit moet zo heten en alles? Laat het onder weten in de comments. Ben niet geabonneerd, doet dat zeker. We hebben bijna de 100 abonnees. En ja, let's go. Als het goed is. Ja, nou gaan we de stad in. Dankjewel. Ik ga proberen elke zaterdag een video online te knallen van dit. Dus van dit. Van City Skylines. En als het lukt, dan ben ik blij. En het kan soms ook zijn dat het op zondag wordt. Dan heb ik bijvoorbeeld als ik geen tijd heb ofzo. Maar ik ga proberen elke zaterdag ook editen, alles online te knallen. Dus don't blame me als het niet lukt. Zo. Waarom dit systeem wat ik nu doe? Dit lijkt misschien heel dom. Maar nou blijft alles aan de kant. Dus heb ik ook overal water. Op dit stuk nadal. Maar nu heb ik een beetje water. Dus nu kan ik de stad een beetje gaan beginnen. Door. Oh, wacht hier. Deze moeten ook nog een paar. Anders hebben ze geen. Hoppatee. Anders hebben ze nog geen. Stroom. Jongens, dit lelijke stuk. Wacht, we halen dit lelijke stukje even weg. Dank je. En we gaan weer verder. Met gewoon stukken bouwen. Bouwen en bouwen. En dan hopen dat we niet in de schulden belanden. Want dan is het einde van de stad. Zo, deze zit niet meer in het waterperk. Dus hoppatee. En nou, als we kijken naar het water, moest ik schuin. Ja, kijk jongens, waarom ik het zo gek doe, kan ik uitleggen. Kijk, nou doe ik dit. Gewoon zo. 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 Dan doe ik hem zo en dan kan ik net zoals dit nu zo. Zo doen. En hier komt mijn industrie. Ik vind industrie moet afstand houden van de bewoonde wereld. Niet te ver, want industrie geeft je ook een beetje stroom. Waardoor mensen toch wel weer kunnen leven. Maar dan doe ik bij dit, dan doe ik deze, doe ik hier plaatsen. En deze geeft stroom aan de stad door verbonden te zijn met allemaal wink met het industriegebied. Oké, dan doe ik hem zo. Dan heeft ook niemand er last van, tenzij je er natuurlijk naartoe moet. En dan kan hier kunnen huizen. Ik weet niet of daar iemand zou willen wat. Kijk jongens, dan gaan we kijken of het gaat lopen. Even kijken, ben ik iets vergeten hier? Nee, zo te zien niet. Want ik heb dit een paar keer uitgeprobeerd. En telkens was ik vergeten om zo'n ding neer te plaatsen. Want het stond vuilnis. Maar ik dacht, dat kan nog niet en alles. Maar het werd geregeld. Maar, nou snap ik niet. Elektriciteitsprobleem. Het komt omdat de industrie nog niet gebouwd is. En ook het zie. De helft van de industrie zit niet eens in het water. Het had allemaal geen water. Nou raak ik ruim in de schuldes. Omdat dit allemaal geen. Omdat deze allemaal niks hebben. Maar hier komt nou industrie en die geeft uiteindelijk de stroom door. Althans. Uit research werkte dat. Hier gewoon plus 79 jongens. Het gaat gewoon omhoog. Al hebben ze geen stroom of slecht. Of te weinig. Maakt allemaal niet uit. Mensen vinden het leuk om in deze stad te wonen. Want kijk, hier komen ook allemaal winkels en zo. Maar kijk, de elektriciteit begint te groeien. En dus mijn, kijk. De elektriciteit is weg. Het probleem.
ja, weet je, ik moet uiteindelijk zo'n weg leggen dat dit ook weer gevuld kan worden. Tenzij ik dit een soort parkje van ga maken, dat kan ik ook doen. Maar ja, daar heb ik nu nog niet echt het geld voor. Ik heb te veel schulden, jongens. Zo van, sorry, het spijt me, te veel schuld. Lekker, boy. We zijn tenminste lekker bezig. Er komen mensen in onze stad wonen. Hetzelfde geld, ik moet hier wat mee doen. Maar dit was meer een noodoplossing. Omdat ik toch snel moest zijn en ik had geld nodig voor deze. Die ondertussen die halve grond daarin heeft laten zakken. Maar dat maakt niet uit. En wat staat hier dan? Oh, winkels. Ah, hier, congratulations. Nou, gaan we even slim zijn. Voordat het helemaal fout gaat weer hier. Boom, gaan. Gaan. We gaan een kliniekje bouwen. Dan is ook weer heel de bevolking blij. Er staat weer een kliniek. De schulden gaan omlaag. Ruim. Dat is goed om te horen. En we hebben ook van de economie. We kunnen nou ook bepalen of we... Ik wil hier net wat meer geld in besteden. En hier ook. En dit gewoon op 125. En water, idem dito. Vuilnis en die weet ik nog niet. Loans. Ja, dat kan ik pakken, maar dat doe ik niet. En hier tekst, dus ik kan kijken tot hoever hun het goed vinden. Om veel te gaan betalen. Even kijken, de bevolking stijgt en stijgt. Dus we gaan kijken of we dit wat... We gaan voorzichtig eentje omhoog en nog niemand zeurt erom. En we gaan de positieve kant op. Kijk, hier kan je ook namen, richtingen, namen en straten een naam geven, zoals ik hier zie. En we gaan de stoplicht allemaal aanzetten. Want ik was wel zo dat het hier goed geoliede machine, goed geolied... Zoiets zoals je dat zegt, stad wordt goed geoliede. Ja, jullie snappen wat ik bedoel. Even kijken, hoe gaat dat hier uitzien dan? Oh, er zit een stoplicht van hier en van daar. Want ik vind het wel belangrijk dat de stad nu voor nu even veilig is. Oké, wat is er vrijgekomen? Politie en brandweer. Die moeten we dan wel zo snel mogelijk plaatsen. Anders gaan we weer de min in. Dus kijken welke is duur. Dus 12. En deze ook 12.000. Kijk, we moeten hopen dat we wat sneller geld krijgen. Zo. Ons geld wat we erbij krijgen neemt af en nou weer toe. Ja, het is heel gek. Maar de stad is blij. Dan moet je als burgemeester mee kunnen dealen. Het is blij. En het enige probleem is nu dit. Kijk, hoe heet het? Je gaat hier nou ook allemaal een beetje stilstaan en zo. Ik heb liever dat jij hier gewoon zo op en weg gooit. Ja, jongens, ik snap het. Jullie zijn er niet blij mee. Maar dan heb je wel meer huizen. Zo. Ja, jongens, het is misschien nog steeds dom, maar... Ik denk, ik wil meer huizen in mijn stad. Dan moet het ook gewoon wat ik nu doe. Net zoals ik heb hier een vuilnisbelt geplaatst. Alles gaat tot nu toe goed. Als ik dit zo hou... En dan zo'n beetje door en door en door uitbreid... Komt dat helemaal goed. Kijk, jongens, ik kan uitbreiden, maar... Of ik dat nou per se nog al wil, is te vroeg. Het is namelijk te vroeg.
Zo. Een school komt erbij. Dan worden mensen nog vinden mensen die nog leuk. Meen je dit? Niet blij? Ja. Oké, hij heeft ook weer water. We kunnen zelfs gebied een wijk. Dit wordt dan één wijk. En hoe willen wij deze wijk gaan noemen? Laat het onder in de reacties weten. Hoe deze wijk moet heten. Zo, nou heet die Woodland Hills. Maar dat willen we niet. We willen een mooie naam. Oké, hier kunnen we gewoon Power Juices. Oh, Tiny Town. Oké, we kunnen... make your part. Dan kijk, hier kunnen we ook zeggen dat je hier in dit stuk, dit gebied niet mag roken en zo. Ik snap wel waarom ze dat willen, maar ik vind het niet nodig. Nog niet. Oh jongens, deze mensen uit de stad, die hebben nog geen school. Nou heb je wel school. Dus als ik nou terug ga... En dan wie er allemaal wel school hebben. Oké, snel een parkje. Een park. Zo, heel de stad is weer blij dat hier een park komt te staan. Dit stuk van de stad is ook weer blij. Onze stad is nou wat minder blij met mij als burgemeester. Maar dat maakt niet uit. Het is een goede stad die goed draait. We gaan kijken of we deze doelstelling ook nog kunnen halen. En dat is 2200 inwoners. En ja, weet je wat we doen? We gaan kijken, we gaan extra land kopen, want dat kunnen we. Oké, jongens, dat land is nou ook van ons. En dan kunnen we ook wegen die eerder... Die dan eerder zo... Ik heb niet genoeg geld hiervoor. Kak. We moeten weer lekker lang wachten, jongens. Zo, nou kunnen ook mensen eerder de snelweg af. En ja, dat was eigenlijk gewoon meer de bedoeling. Want, nou kunnen we, als we even slim nadenken, zouden wij hier ook mensen kunnen plaatsen. Zijn huizen up. Dit huis kan gewoon lekker blijven staan natuurlijk. En dan kunnen we hier gewoon... Dit kunnen we zo afmaken en dan kunnen we zelfs de waterleiding doortrekken. Tot aan hier. En dan dat jij hier een paar winkels hebt staan. En dan een beetje geluidsdempend. Ik hoop echt waar. Gaan ze misschien heel dom geplaatst. Dat maakt niet uit. Zo. Ik zat even een beetje... Zo. Ik zit een beetje te struggelen. Je komt hier net van een brug af. Oké, dit is misschien toch echt beter.
dus niet de bedoeling dat je op deze weg alleen deze kant op kan. Ja, je kan zo wel de snelweg op, maar dat was meer de bedoeling. Juist, dat het zo liep. Oké, als we nou even dit doen, hè. We gaan kijken of we iets kunnen aanpassen. Kijken wat er nu gebeurt. Kijk jongens, even kijken. Gaat het goed met de stad? Ja. Het gaat er nu toe prima. We gaan niet zomaar geld wasten. Maar ja, dit is gewoon goed. Kijk, als dit nou gewoon op rood begint te staan. Wacht, we gaan ook deze even aanpassen, denk ik. Jongens, we gaan er gewoon echt een stoplicht. Even hier ook stoplicht. Het is niks naar die wegen zelf, maar... En ik wil even kijken. Zo, ik wil kijken of ik dit over deze weg heen, nou, helemaal hier achter een beetje kan tillen. Zo. Dat je dan toch wel door kan. Oké, we moeten dit even zo doen. Oh, dit was niet de bedoeling. Deze wordt nou opgeruimd. Oké, jongens. Nee, ik wil niet op een brug inbouwen. Zo, en dan bouwen we hier even een weggetje en dan sluiten we die zo aan en dan kan het verkeer nou ook hier naartoe. Maar ja, wat ze hier tot nu toe moeten zoeken, nog niks. Maar dat maakt even niet uit, je kan erheen als je zou willen. We gaan hier een klein woonwijkje aanbouwen, zodat hier toch mensen uiteindelijk kunnen gaan wonen. Nog niet meteen. Zo, we gaan even kijken of dit... Wacht, we doen gewoon dit. Let op. Ik moet even weer wat geld verdienen, wil ik iets kunnen doen nu. Iets van 6000 euro moeten we verdienen. En dan kan het gebeuren, want mensen vragen om elektriciteit. En waarom, snap ik wel. Dus, het moet ook gebeuren. En nou is het even wachten op het geld dat binnenstroomt.
Dan kunnen we verder. Ja, jongens, jullie zullen al van lang hebben gezegd. Pak hier zo'n lening. Maar dat moet je nooit doen. Dat moet je nooit, 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 nooit doen. Want kijk, als je gewoon geduld hebt een beetje, komt die 6000 euro wel zelf bij jou aanwaaien. Je moet er echt wel geduld voor hebben, mensen. Dat geloof mij maar. Het is een leuk spel. Je moet er genoeg geduld voor hebben. En dan komt het vanzelf goed. En nou is het even wachten op nog meer geld. Want ik heb nou echt helemaal niks. En waarschijnlijk, denk ik, als ik hem zo zet... Ga kijken tot hoever ik hem al kan zetten. Oké, wacht. Dus ik hem ongeveer tot... Als ik even zorg dat ik gewoon genoeg geld heb, dan lukt het. Wacht even, er zijn problemen in de stad. Oh, er zijn niet genoeg werkers. Dus ook niet genoeg... mensen die in de stad wonen. Zo, ik ga kijken of ik hier ook nog wat kan aanbouwen aan de stad. Maar ja, natuurlijk, ik heb weer geen geld. Hè. Ik ben dan een beetje met het geldbudget aan het meelopen. Met dat bijvoorbeeld net zoals dit. Dit soort weggetjes. Dat er dan toch wel weer mensen kunnen werken. Ik hoop dat hun trouwens gewoon stroom hebben hoor. Anders is het ook best lullig dat als we geen stroom hebben. Dan gaan we hier ook een stoplicht zetten als er mensen voor daar komen. Moet er natuurlijk een stoplicht staan. Zo, een beetje schuin bouwen. Of ik gooi gewoon de helft van al die huizen weg. Zo, ik plaats gewoon een nieuwe huis, jongens. Rustig aan, gewoon een nieuwe. Zo, nou komen als het goed is werkers naar je winkel toe. Er zijn er ruim 100 mensen die er extra bij komen in de stad. Kijk maar aan het gelukkige inwoners. Aantal die omhoog schiet. Ik hoop alleen wel, ze willen namelijk meer industrie. Oh ja, dit kan ik ook allemaal nog uitbreiden. Oh. En dan gaan we dat toch nog eens even doen. Zo, hier zou ik voor zeggen dat we even winkels bouwen. Wacht, trouwens, misschien kom je niet naar een winkel toe. Zo, dan doen we dit. En dan plaatsen we hier zo'n klein weggetje. Waar er iets tussen komt te staan. Kijk jongens. Geweldig. Nog meer industrie. Oh, kak. We hebben geen water, hè?
Zo namen ze wel weer water, waardoor het probleem als het goed is opgelost moet zijn. Maar mensen, vonden jullie deze video nou leuk? Doe knap een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan zeker. En zoals gewoonlijk. En zoals gewoonlijk zeg ik. Oh, ik kan het niet typen. Oké mensen, vonden jullie deze video nou leuk? Doe knap een blauw duimpje omhoog. Oké mensen, vonden jullie deze video nou leuk? Doe knap een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan zeker. En zoals gewoonlijk zeg ik. Ciao, later.